alles goed? Ja, prima. Goed zo, fijn. Vandaag is het vleessoep met balletjes en stokbrood. Lekker. Lekker, hè? Ja. De stamppot was ook lekker. Oh, goed zo, fijn. Fijn om te horen. Ja. Waarom we dit doen is eigenlijk omdat in deze tijd met corona zijn heel veel kwetsbare ouderen gewoon heel erg alleen. Dat is heel erg slecht, want je merkt dat de oudere mensen nu heel erg verpieteren achter de deuren. En dat is niet nodig. Hoi, ik ben Floor. En ik ben Christine. En wij zijn van Florizant. Ik ben 21. En ik ben 12. Ja, en samen doen we koken voor kwetsbare ouderen in Bladol, Mariaberg en Campagne op dit moment. Nou, waarom doen we dit, Christine? Omdat het natuurlijk leuk is. Nou, wel mooi is, dus ik ben het kwijt. Oh. Vandaag staat op het menu vleessoep met daarbij groenten en gehaktballetjes. Ja. Dus op maandag iets van stamppot, op woensdag doen we soep en op vrijdag doen we iets van pasta of rijst of zo. Ja. We hadden eigenlijk altijd niet zo'n last van elkaar eigenlijk. Nee, we hebben best wel we hebben voor denk ik onze leeftijd wel een bijzondere band met elkaar. Ja. Dus wij vinden het eigenlijk wel gewoon gezellig. Een beetje tuttelen, ja. En heb je ook wat geleerd van je grote zus qua koken? Ja, echt wel. Ja, natuurlijk, ik dacht, het is makkelijk. Maar je moet op best wel veel dingen gewoon letten. Want anders dan heb je de keuken in de fik staan, dat wil je ook niet. Ik had zoiets, we maken er gewoon een project van, want ik ben er wel voor, want samen is niet alleen, vragen moet je gewoon doen. Dus we doen het eigenlijk met z'n allen. Iedereen wat sponsort, die zorgt weer voor een x aantal maaltijden of voor een aantal patiënten, dat is superleuk. Goed zo. Ja, mam heeft wel een keer saus van iets weggegooid. Oh ja. Voor ongeluk. Dat, ik snap ook niet hoe, maar dat is eigenlijk het enige wat een keer is fout gegaan. Ja. Hallo. 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 Als ik bleef. Ja, je dekje, dankjewel. Vandaag is het vleessoep met belkjes en stoopbrood met kruidenwater. Ja, dat hoop ik wel van. Ja? Oh, fijn. Oh, god. Ik hoop dat we hier echt wel een groot project van kunnen maken. Ja, als het aan ons ligt, dan stoppen we voorlopig nog niet. De zusjes zijn niet te stoppen? Nee. Nee. Hoi, Annie. Hoi.